Hallo allemaal en welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag heb ik weer een wat oudere video en dit keer gebruik ik de Sophie Kit van de Peperroses. Dit is een foto van mij en onze buren die aan de ene kant wonen bij mijn ouders. En Radio Kotak, de Belangenvereniging, bestond volgens mij 35 jaar als ik het goed zeg. En er was een groot feest. Mijn vader en ik deden een stukje organisatie en er was zo'n fotoboot. En op het eind van de avond zijn wij met z'n allen op de fotoboot gegaan. Hier bedenk ik me, ik wil dit papier gebruiken in ieder geval, want dit vind ik erg leuk. Maar ik vind hem te druk, dus ik denk, oh, dan ga ik gesso gebruiken. Maar met de kwast duurt het veel te lang. En ik had wel eens in een YouTube-video gezien dat je dat ook makkelijk gewoon met je vingers kon uitsmeren. En dat kan natuurlijk ook gewoon prima. Dus ik ga lekker aan de gang met mijn vingers. Ik heb voor mijn verjaardag veel geld gekregen. Dus ik heb één setje gelato's erbij gekocht. En dat waren de kleur rood roze tinten. En die heb ik er bewust bij genomen, zodat ik die kan combineren. En als ik het nou nog leuk vind, dan kan ik er altijd nog weer meer bij kopen. Maar op dit moment wil ik het eerst eens even testen of ik het wel allemaal gebruik voordat ik alle kleuren en alle maten ga kopen. Ik heb wel nu in totaal 8 gelato's. Ik ga dus met gelato's aan de gang en daarvoor gebruik ik ook gewoon lekker mijn vinger. Ik ga lekker aan de gang met mijn vingers vandaag. Ik word lekker smerig, daar gaat het om. Ik pak hier de gelato's, hier zie je de kleurtjes die ik heb. En ik gebruik de bubblegum om als eerste mee te smeren. Ik doe het op het gesso en daarna veeg ik het uit met mijn vinger. Maar waar de gesso niet zit, daar kan ik hem ook gewoon goed uitvegen. Dus eigenlijk heeft gesso, eigenlijk is het volgens mij alleen nodig als je echt met wateroppervlakken gaat werken. Maar ik vind dit ook wel net iets leuker effect geven, zodat de foto wat meer naar voren komt en dat de achtergrond niet heel fel is. Dan ga ik aan de gang met de kleur Red Cherry. En die gebruik ik ook voor mijn layout. Ja, dat is een Red Cherry. Ik moet even goed. Ik heb ze nu in mijn handen, dus ik weet precies welke kleuren het zijn. En dit is Guava die ik gebruik. En die veeg ik ook uit. Ja. Ik kan niet zo goed uitleggen wat ik eigenlijk precies doe, maar dat zie je zo. Ik hou de foto erbij, zodat ik steeds met de foto erop kan wat ik ga bedekken en welke niet. En zodat ze naar voren goed komen. Ik leg ze allemaal even aan de bovenkant van mijn bureau neer. Ik ben wel benieuwd of jullie gelato's hebben en of jullie die gebruiken en op wat voor projecten dan. Ik vond het best wel leuk om een keer te gebruiken. En ik denk dat ze ook zeker vaker nu tevoorschijn komen in de video's. Want het was best wel leuk om te doen. Ik ga hier de foto matten op dat roze papier waar ik afgelopen zaterdag ook een layout van mee heb gemaakt natuurlijk. En dan ga ik hem ook nog matten op het vloerpapier. En dan is het vloerpapier ook op wat ik, het is niet helemaal op. Ik heb nog één stukje. Dus dan is dat papier ook helemaal op. En dat vind ik ook leuk om zo de hele kit te gebruiken. Dus ook de restjes en de verpakkingsmaterialen. Ik ga hem daarna niet verder matten. Ik gebruik ook dit keer geen doily. Want ja, dat kan niet. Ik moet af en toe keuzes maken. Ik ga hier één lijn trekken met mijn lijmroller. En daarvoor gebruik ik dit mooie lint om hem vast te plakken. En dan draai ik de pagina om en met de washi-tape plak ik het lint vast. Zodat dat gewoon goed vast zit. Daarvoor kun je ook gewoon washi-tape gebruiken. En dan ga ik de foto plakken. Ik bedenk me nog, als ik nog dat tulle gebruik, maar ik kies ervoor om dat niet te doen. En ik had bedacht om er wat bloemen omheen te doen. Dus ik ga hier wat bloemen bekijken. Of uit de die-cuts pakken. En hier plak ik het vast. Dit plak ik eventjes vast met van dit lijm. Hoe noem je dit? Lijm. Maar dit om ter versteviging en dat het ook goed zit. En dan ga ik nu aan de gang met de bloemen. Ik gebruik popdots. Deze heb ik gekocht bij Oma D. En de andere zijn van Stampin' Up! The Dimensionals. En die zijn net wat platter. En die popdots zijn echt goed groot. En omdat ik ook al een laagje heb en omdat het door het gesso het papier een beetje gebold is, werkt dat gewoon perfect. Ik maak gewoon twee klussetjes met bloemen, zodat er echt een
bloemenbogen staat. Het woord Radicotex 17 oktober 2015, dat stond in die fotoboot. Dus ik hoef geen datum te stempelen en ook niet te vertellen wat erbij is, omdat ik omdat het gewoon Radicotex is. Dus er komt geen journaling op, er komt geen datum op. Je ziet me hier met de bloemen bezig en echt twee clustertjes maken in de hoeken. Waar precies net geen mensen zitten, dus dat was wel heel grappig. Ik ga hier, plak ik nog met een stukje wat ik van mijn foamtip afplak, plak ik het vast. Zodat dat ook mooi omhoog komt. En dan is mijn layout bijna klaar. Ik ga hier nog met enamel dotjes aan de slag en daarvoor gebruik ik de rolstinten en de rode. Zo, dat zijn er bijna dezelfde kleuren als die ik gebruikt heb van mijn gelato's. En met mijn washi-tape maak ik nog twee strookjes. Eentje aan de onderkant en eentje aan de bovenkant bij het lint. Zodat het ook een leuke en speelse effect geeft. Ik vind deze layout erg leuk geworden. Ik plak hier nog een bloemetje her en der. En dan is mijn layout af. Ik hoop dat jullie de video weer leuk vonden. Doe dan een duimpje omhoog. Laat een reactie onder achter. En abonneer op mijn kanaal om niks te missen. Doeg!